VHP-parlementariër Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren in DNA gevraagd dat de vakbeweging betrokken wordt bij de voorbereiding van de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Volgens hem is in artikel 31, lid 2 van de grondwet, de positie van de vakbeweging goed geregeld. Santokhi kaartte dit aan tijdens de behandeling van het wetsontwerp. Aansturen op meer democratie, aansturen op daadwerkelijke uitoefening van de taken zoals genoemd in de grondwet, laten we dat doen. Maar het mag niet zo zijn dat we straks hier wetten gaan behandelen en goedkeuren, maar in de praktijk gaat de ongewenste situatie gewoon door. Voorzitter, kans zeg ik, laten we kijken hoe we met die kans omgaan. Voorzitter. Voorzitter, artikel 31, lid 2, is een vereiste, voorzitter, van de grondwet. En wat zegt artikel 31, lid 2? Het gaat om de rechten van vakverenigingen en collectieve overeenkomsten. En daarover gaat een van de wetten. En wat zegt artikel 31, lid 2? Vakverenigingen worden betrokken bij de voorbereiding van de arbeidswetgeving. Patrick Kensenhuis, voorzitter van de commissie van rapporteurs, gaf tijdens zijn spreekbeurt de rechten en vrijheden van vakverenigingen aan. Het decreet bescherming werknemersorganisaties en het decreet erkenning vakvereniging werknemers. Deze twee rechten zijn in feite de basis, althans aan deze twee rechten ontlenen wij de vrijheid van vakvereniging. Deze twee decreten hebben enkel en alleen betrekking op ondernemingen, maar dit wetsontwerp zal ervoor zorg dragen dat ook de bepalingen met betrekking tot de waarborging van de fundamentele rechten en de vaststelling der plichten van vakverenigingen en het functioneren van vakvereniging bij wet zal worden vastgesteld. Ronald Hooghart sprak over de naleving en controle van collectieve arbeidsovereenkomsten. Ook de uitzendbureaus die het niet nauw nemen met de rechten van werknemers werden door hem bekritiseerd. Voordat de vergadering verdaagd werd, vroeg Santokhi hoe het staat met de lening van $500 miljoen die de regering op de internationale kapitaalmarkt heeft aangevraagd. De regering zal donderdag hierop antwoord geven.